Ieder slofje heeft 18 van deze mandalaatjes en alle 36 zijn anders. En als ik zoiets doe, ik doe dit niet uit een boekje, dit is intuïtief, volledig intuïtief. Dit is ook een van de voorbeelden wat we vorig jaar in Armenië hebben gedaan. Dit zijn slofjes. Dit is dan ook natuurlijk weer een techniekje hoe je wol kunt verbinden met speciale techniekjes. Maar wat heel leuk is, ik breng dit soort dingen daar. Maar dit is Armeense naaldkant, dat leer ik dan weer van de vrouwen daar. Lucine is hier heel bedreven in. En heeft er ook boeken in geschreven. En die uitwisseling is natuurlijk eigenlijk het allerleukste. Van als je technieken met elkaar kunt uitwisselen, is dat heel erg leuk. Als je naar die basisprincipes van net is de balvorm. Dit is 100% wol. Je maakt een basisvorm. En terwijl je vilt, kun je dat boetseren. Je moet het wel in de basis leggen. Je kan niet een pluk. Je legt het in de basis, maar terwijl je vilt, breng je het in de vorm. Deze is 60 centimeter hoog en zeker ook 50 centimeter breed. Hij zat in een tentoonstelling in Tirol, in Italië. Het is een vildwandelroute. Alles is buiten. Het doel is eigenlijk om te kijken hoe lang heeft het nodig om weer terug te keren naar de natuur. Maar deze is gestolen. Hij is weg. Hij was al 2 maanden weg. Toen hebben ze me bericht gegeven dat hij weg was. Maar nooit meer iets van gehoord. Dus ik weet niet wat er mee is gebeurd. Zo.